Net als in de voorgaande twee seizoenen is de selectie van FC Utrecht ook dit seizoen afgereisd naar La Manga voor het trainingskamp in Spanje. Gisteren werd eerst nog getraind op sportcomplex Zoudenbach en daarna begon de reis van staf en 30 selectiespelers naar Spanje. Na een vlucht en busrit arriveerde de selectie van FC Utrecht gisteravond om 10 uur in La Manga met onder andere jong talent zoals deze aanvaller Eros Merri en keeper Mickey van Sas. Ook Simon Makinok is van de partij en Adrian Dalmau is voor even terug in zijn geboorteland. Vandaag stonden twee veldtrainingen op het programma en tussen die sessies door spraken wij met twee ervaren spelers over hun gevoel bij dit trainingskamp. Het is sowieso beter weer dan in Nederland en de faciliteiten zijn goed, fantastisch veld. Ik vind het vooral lekker om een goede week te maken. Want je hebt natuurlijk vakantie gehad en dan kom je hier natuurlijk om gewoon weer lekker te trainen. Je hebt er heel veel zin in en je wilt alles eruit halen. En wat een straf hè, om in na zo'n partij voor me eventjes van je zonmomentje te mogen genieten, even een bruin nekje creëren. Ja, we hebben je verkeerde hoek gekozen, maar nu kan mijn voorkeur even bronzen. Dus dat heb je goed gedaan. Dat zoontje, heb je nog een dikke kus gegeven voordat je wegging? Ja, ik mis hem nu al man. Die kleine die mist papa ook. En elke dag dat hij gaat slapen, gaan we weer facetimen. En papa is een weekje weg. Wordt hij groot van? Ja, precies. Deze week zie je dagelijks updates via de online clubkanalen van FC Utrecht. We gaan onder andere spreken met jong talent. En als het even mee zit, bezoeken we ook nog een oude bekende. En daarnaast zie je natuurlijke samenvatting van de oefenwedstrijd FC Utrecht Bayer Leverkusen. We sluiten Ola La Manga af met zonnige trainingsbeelden van vandaag.